Jack, een hele frustrerende wedstrijd lijkt het geweest te zijn voor jullie. Ja, kijk, zeker als je meteen al vroeg in de wedstrijd met 1-0 achterkomt. Dan weet je dat je VVV wel vanuit een goede organisatie speelt. En dat het lastig kan worden. En als je dat dan combineert met dat wij vandaag net niet goed genoeg waren. Dan weet je dat je een lastige wedstrijd gaat spelen. En wat belangrijk was, was wel om in de wedstrijd te blijven. Heb ik in de rust ook gezegd. Voor de rust hebben we wel wat kansjes gehad. Hè, om al gelijk te maken. Ik denk als je gelijk maakt dat je die wedstrijd kan winnen. En dat gebeurt dan niet. Tweede helft eigenlijk hetzelfde verhaal. En dan weet je dat je risico's moet nemen. Ik vond dat we stroef voetbalden. Maar ook in de tweede helft toch wel wat mogelijkheden gehad hebben. Hè? Met de flankballen, kopbal van Joey. Misschien vergeet ik nog wat dingen. En dat zat er dan niet in. En dan komt nog een derde punt erbij. Dat soms moet je geholpen worden door bepaalde situaties. Ja, mijn grote vriend die laat denk ik wel een penalty liggen. Dus, maar ik heb maar niks gezegd. Ja, op zich, de scheidsrechter doe je natuurlijk op, die floot op zich liet veel doorgaan, maar dat was wel een moment dat je denkt van die moet je mee hebben. Tenminste zoals wij het op de bank zagen, was cyber penalty. Heb je dat nodig? Nou ja, dat heb je soms nodig inderdaad om een wedstrijd open te breken. Zoals wij tegen de Graafschap uit de corners schoorden, heb je een penalty nodig misschien om terug te komen in deze wedstrijd. En dat had gekund, want volgens mij was het 78 minuten of zo. Ja, deze snel vergeten en doorgaan dan maar. Nou, het is wel een bittere pil natuurlijk, want iedereen had hier wel veel meer van verwacht. En natuurlijk ook, vooral gezien de periode. De jongens zitten er behoorlijk doorheen. En het is natuurlijk een pittige week als je maandag bij Ajax vol gas gespeeld hebt. Als dan een wedstrijd verlopen is zoals deze, dan wordt het een moeilijke avond. En dat zie je wel terug in de kleedkamer, dat iedereen zwaar teleurgesteld is. Dankjewel, Jack. Ja, graag. Danny, denk ik een van de meest frustrerende wedstrijden die je hebt gespeeld. Van dit seizoen bedoel je? Of, ja, of misschien ooit wel. Nou, ik moet zeggen, ik vond ons vandaag ook gewoon niet goed genoeg, hoor, heel eerlijk. Als je kijkt hoe je begint, met Vlaar nog wel een paar mogelijkheden gehad, maar ook niet echt meer dan dat, vind ik. Al met al, ik denk dat je niet van deze ploeg hoeft te verliezen, absoluut niet, maar we hebben absoluut niet goed gespeeld. Ja, die eerste, die tegentreffer, die valt dan eigenlijk veel te snel. Ja, sowieso. En helemaal de manier waarop. Hè. Niks aan de hand eigenlijk. Ja, dan geef je hem wel eigenlijk een cadeautje, denk ik. Dus even kijken naar jouw eigen spel. Probeer ik het even positief te krijgen. De connectie op het middenveld gaat wel goed, toch? Ja, over het algemeen wel. Maar ik vond me vandaag, vooral in de eerste helft, vond ik me ook niet goed. De tweede helft was beter, maar ik vind zelf dat ik ook meer kan brengen. Ja, ik probeer het positief te krijgen, maar dat gaat natuurlijk vandaag echt niet lukken. Periode, als we daar even naar kijken, dat is nu wel eventjes klaar, denk ik, hè? Ja, zo realistisch moet je wel zijn natuurlijk. Als je vandaag had gewonnen, dan had je hele goede zaken gedaan. En dan had ik er heel veel vertrouwen in gehad. Alleen als je eerlijk bent, dan is die nu wel even uit zicht, ja. Dat leefde wel bij jullie echt, die periode? Ja, natuurlijk, die periode leeft, maar ook gewoon de ranglijst. Kijk, ik vind dat we de laatste tijd echt stappen maken. Dat we met Vlaag echt goed voetbal spelen, dat we steeds volwassener worden. Alleen, ik vond het vandaag gewoon niet goed genoeg. Volgende twee wedstrijden dan maar voor 6 punten gaan. Ja, dat hoorden we net Jack ook zeggen. Dus gewoon weer door, hè? Blik er vooruit. Nee, tuurlijk, dat is ook zo. Kijk, het is niet dat het seizoen verloren is, absoluut niet. Maar vandaag even doodziek en dan hebben we wel even pauze. En dan gaan we wel weer verder naar het volgende jaar, absoluut. Dankjewel, Danny.